Met het doel nieuwe ondernemers een platform te bieden, organiseert de Kamer van Koophandel en Fabrieken elke laatste dinsdag van de maand een business promotion event. Nieuwe ondernemers kunnen tijdens deze activiteit ook kennis maken met oudere collega's. Dit evenement wordt door een werkarm van KKF, Stichting Business Support Organization Suriname BUSOS, gefaciliteerd. Shanisa Amatkasanpawiro, directeur van de stichting, zegt dat de business promotion bestemd is voor bedrijven die zich pas hebben ingeschreven in het handelsregister van de KKF. Verder mogen bedrijven die nieuwe producten hebben gelanceerd ook deelnemen. Ze kunnen dus gratis deelnemen en we begeleiden en adviseren ze met hun presentaties en informatiesessie die ze zullen geven. Wat ze kunnen doen is dan zich profileren, netwerken, hun product tentoonstellen, een beetje vertellen wat ze heeft geïnspireerd om hun bedrijf op te richten. En daarna krijgen ze de gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers, waar ze dus van elkaar kunnen leren hoe het rijlen en zeilen in de industrie van hun gaat. Op de Business Promotion Event van gisteravond zijn er 3 presentaties gehouden. De activiteit is voor de 3e keer gefaciliteerd door de stichting BUSOS, zegt Amatkasanpawiro. Volgens haar is het niet makkelijk om de ondernemers erbij te betrekken. Kijk, ze zijn nieuw. Ze moeten nog even wennen wat het is en waarvoor het is. Maar eenmaal ze erin zijn, komen ze ook bij de volgende om te luisteren en te kijken wat een nieuw andere ondernemer heeft. Tot nu toe is het daarbinnen druk bezocht en mensen genieten. Ze kijken uit naar de volgende. Shanisa Amatkasanpawiro, directeur van de stichting Business Support Organization Suriname. De stichting faciliteert de Business Promotion Event van de KKF. Het doel van het event is een platform te bieden aan nieuwe ondernemers om kennis te maken met oudere collega's.